Dank u wel, meneer de voorzitter. De voorzitter, we hebben geluisterd naar alle vragen, alle opmerkingen, alle commentaren. Maar laat mij starten met wat algemene opmerkingen. En ik denk dat niemand dat kan ontkennen. En of het nou een kleine organisatie is, of het nou een grote organisatie is, of het nou een mega-organisatie is, of het nou een land is, dat op het moment dat een nieuw bestuur komt, dat je gaat inventariseren en evalueren. Dat is wat normaal gangbaar is. Dat is wat goed gebruik is. Dat is wat men ook verlangt van een goede huisvader. Om alles eerst te inventariseren, te evalueren. En als wij van het parlement een uitnodiging krijgen om het parlement te komen informeren, dan zijn we hier ook gekomen om te informeren, voorzitter. En niet om te klagen. Dat is niet onze cultuur. Onze cultuur is aanpakken. Maar als u mij vraagt in het parlement om te komen informeren, dan kom ik met mijn regeerteam. Dat voldoende voorbereid is. En heel goed uitgerust is. En kan ingaan op alle vragen en alle zaken. Daarom zijn we hier. Meneer voorzitter, dus laat dat duidelijk zijn. In de eerste plaats. Tweede, meneer voorzitter. Ik ben hier niet gekomen om terug te kijken naar zoveel jaren. Maar zij die willen terugkijken en hun conclusies trekken, en misschien daar weer zaken hebben geconstateerd, aan hun willen vragen, toen je dat geconstateerd hebt, wat heb je toen gedaan? Wat heb je toen gedaan? En dat zal het verschil nu wel zijn. Dat zal het verschil nu wel zijn. Dat als wij komen en inventariseren en zaken zien, en daarom kom ik straks terug, dat we wel toetsen en datgene wat in strijd met het recht is, wel laten corrigeren. Door hetzelfde recht dat is aangetast. Meneer de voorzitter. En ik ga niet terug op wat er toen is aangetroffen. Maar als men aanleiding geeft, ga ik het wel doen. En dan gaat u zien in welke royale positie de regering 2010 heeft overgenomen. Er was geen armoede. Er was geen ontwrichte koers. Er was stabiliteit. Er was vertrouwen nationaal en internationaal. Men heeft een goede uitgangspositie gehad met meer dan 700 miljoen internationale reserve. Laat men nu vertellen wat we hebben overgenomen aan internationale reserve. En waar het geld naartoe is gegaan. Dan ben ik nog niet eens gekomen bij kasreserve, wat verdwenen is. Maar ik ben hier niet gekomen, meneer de voorzitter, om daar terug te kijken. Zaken die mis zijn gegaan, laat de onafhankelijke rechterlijke macht daar onderzoeken. Ik ben hier niet om in de voeten te treden van de rechterlijke macht. Ik ben hier gekomen als de nieuwe president van een regering waar het volk mandaat gegeven heeft om deze regering. Ga regeren. Ga die problemen aanpakken. Ga het land voor ons redden. En dat willen we op een verantwoorde wijze doen door die informatie te presenteren aan de samenleving. Hetgeen we gedaan hebben. En dat doen we vandaag hier. In het parlement, meneer voorzitter, de opmerkingen die gemaakt zijn, die kunnen we verdelen in verschillende categorieën. Eén is personeel. Ja, het kan zijn dat voorgaande regeringen dat gedaan hebben. Maar wat we hier zien, die duizenden mensen in de laatste weken aangetrokken. En het gaat niet zozeer om het aantrekken van mensen. Het gaat niet zozeer om mensen helpen aan een stukje brood. Maar als je weet als regering dat die begroting niet toereikend is. Dat je hun salaris niet gaat kunnen betalen. En je belast die andere overheid met zoveel extra personeel. Wetende een regering of fassie. En als je ergens ziet dat een regering of vindt toch wat pressie van salaris. Dan geef je opdracht aan die directeur van SPSB. Sluis hem niet weer snel. Wat is dat, voorzitter? Wat is dat, voorzitter? En hierover kan, ik ben 100% zeker, niemand kan eens zijn over dat gedrag.
dat terwijl je als regering daar zit, het echt meent met het volk, de ambtenaren die uitkijken naar vakantiegeld. En ik kan u zeggen in het overleg, voor overleg, en gelukkig is dat overleg met meerdere mensen geweest, waaronder ook de vicepresident, heeft de gewezen president gezegd, het is inderdaad elke maand, imgo suka money, imgo ala pres imgo. Het wordt een nachtmerrie, zegt hij. En als we dat doen en we ze zoeken, dan is er iemand bezig dat weg te moffelen voor jou. En daar kan niemand eens zijn, voorzitter. Was er namang, als dat niet nog kan. En we gaan maatregelen treffen. Alleen doen we dat op een correcte wijze. Wij zijn niet de regering van, hey, te gaan telefoon, jangamangwe. Laat het bestuur daarop treden. Laat conform personeelswet gehandeld worden. En laat daarna, na hoor en wederhoor, beslissing genomen worden. Dat is het verschil in karakter van deze regering. Rechtsstatelijkheid, behoorlijk bestuur, afleggen van verantwoordelijkheid. Ja, het neemt meer tijd, ja. Het neemt meer tijd. Democratie kan meer tijd nemen. Behoorlijk bestuur kan meer tijd nemen, voorzitter. Maar het kan nimmer meer waarde hebben. Het kan nimmer meer waarde hebben dan het exerceren van macht. Op grond waarvan tal van beslissingen zijn genomen. Dus wij zeggen, we tekken democratie. Het gaat een beetje lang duren, maar we gaan het goed doen en correct doen. Dus we hebben als regering maatregelen getroffen. We hebben ook niet gezegd, procureur-generaal, begin al deze mensen aan te pakken. We hebben niet als regering gezegd, ga weg. Meneer voorzitter, ik ben ook president op het kabinet aangetreden. Eerste dag, vrijdag, werkdag. 5, 6 mensen aangetroffen. En ik zeg, waar is ze? Wat is er hier? En ik nodig ze uit, maandag komen jullie allemaal. Jullie moeten komen werken. En ik heb ze toegesproken. In het congreshaal. Een beroep gedaan om te komen werken. Iedereen moet komen werken. Gaat u nu naar die kamers van het kabinet van de president Paleis. Ze zijn leeg. Wat wilt u dan nog dat ik meer moet doen? Als ik mensen uitnodig om te komen werken in nationaal belang. We gaan nog een stapje verder. We gaan ze uitnodigen nu. Stuk voor stuk. En praten met hen. Want je wordt betaald. Je wordt betaald door het volk. Je wordt betaald door het land. En daartegenover staat er een prestatie moet werken. Dat is onze opstelling. En we gaan die lijn volgen. En we gaan kijken hoeveel bereid is om te werken. En dan is er een commissie, een presidentiële commissie, personeels aangelegenheden, die dat gaat toetsen, alles gaat toetsen. En als blijkt daaruit, kijkt u hoe ver we gaan, meneer voorzitter. Als blijkt dat daaruit onwettige, onrechtmatige handelingen zijn verricht, dan zeggen we, dit is niet voor bestuur. Dit is niet voor bestuur en hier mag bestuur niet mee bemoeien. Dat is een andere macht die daar een stukje verantwoordelijkheid heeft, namelijk de onafhankelijke rechterlijke macht. We mogen praten met een ieder, Lekser Namang, meneer voorzitter. Dus qua personeel, ik hoor al, ja, maar wat ga je doen, waar is jullie plan? Dit is het plan voor wat betreft personeel. En die commissie die geïnstalleerd is, is op een donderdag geïnstalleerd. En die commissie heeft doorgewerkt. En maandag had ik de eerste aanbeveling van de commissie. Dat is de afgelopen maandag, voorzitter. Eerste 2 aanbevelingen. En beide aanbevelingen zijn dinsdag door mij overgenomen. En in vorm van besluiten van de president doorgeleid naar de Raad van Ministers. En 1 is namelijk al. Want niemand, geen enkel minister weet wie die mensen zijn die een arbeidsovereenkomst hebben. Men kent ze niet. Maar ze komen er wel op. Allerlei lijsten voor. Nou, dat is de eerste maatregel. Laten we daarmee alvast beginnen. De mensen aanzeggen. Dat is de wet. We gaan ons houden aan de wet. Dit is opzegtermijn. We gaan alvast aanzeggen. Dan gaan we zien wie ze zijn. En dan gaan we vervolgmaatregelen treffen. Tweede is,
Namelijk dat er nog heel wat personen in het systeem zich aanmelden elke dag. Missieven komen elke dag binnen. En die moeten nog in het systeem gaan. We hebben gewoon even aanhouden. Laten we alles rustig onderzoeken. Dat zijn de twee eerste maatregelen. Om goed te onderzoeken. Om geen onzekerheid te creëren. Om rechtszekerheid te verkrijgen. Maar ook om te zorgen dat er een toetsing plaatsvindt, meneer de voorzitter. Dus zij die vragen, ja, maar wat gaan we doen? Maar ook het volk dat ongeduldig wordt. En het volk dat ons geplaatst heeft. En elke dag vraagt, maar ja, regering, wat ga je doen? We gaan het doen. Maar op een goede wijze. Op een correcte wijze. De voorzitter. Het tweede wat je hoort is namelijk al die materiële zaken. Van goederen. Waarvan er discussies hier gevoerd worden. En discussies daarbuiten. Ook daar hebben we een presidentiële commissie om alles te gaan onderzoeken. En vast te leggen. Het kan best zijn dat er dingen zijn die misschien conform wet en recht geschied zijn. Maar onderzoek het, toets het en kom met het verslag en kom met die aanbevelingen. Zodat we goede beslissingen kunnen nemen. Meneer voorzitter, maar nogmaals, alles wat staatseigendom is, is van het volk van Suriname. Zijn met belastingmiddelen van het volk gekocht. En we hebben het volk beloofd. Namelijk dat we die zaken gaan aanpakken. Dat van het financieel plaatje, de financiële crisis, daar heeft de minister van Financiën interim voldoende informatie gegeven. En ik heb hem niet gehoord dat hij alleen gezegd heeft dat er een financiële achterstand is, dat er een betalingsachterstand is. Maar ik heb hem gehoord dat hij gezegd heeft hoe groot de schuld is, hoe groot de achterstand is in aflossing van rente. Hoe groot is de aflossing van die internationale schulden? Ik heb gehoord namelijk hoeveel ressources nog uitbetaald moeten worden. Ik heb gehoord de schuld bij de banken. Ik heb gehoord de schuld bij particuliere instellingen. En daarmee ook een grote schuld bij het volk van Suriname. Want daardoor is die armoede ontstaan. Meneer voorzitter. En wij hebben het mandaat van het volk gehad om al deze zaken goed te gaan aanpakken. Meneer voorzitter. Zij die vragen om wat voor maatregelen. Deze zijn een paar van die incidentele maatregelen. En ik heb net aangegeven dat wij vanmorgen, voordat we hier naar het parlement zijn gekomen, meneer voorzitter, een regeringsraadvergadering gehad hebben. Waarbij duidelijke afspraken zijn gemaakt tot en met 15 september. Regeerprogramma 2020-2025. Waarin een geïntegreerd pakket aan maatregelen gepresenteerd zal worden. In samenhang, coherent, in een tijdlijn uitgezet, wat uitgevoerd zal worden. In drie fasen: de urgentiefase, de stabilisatiefase en de groeifase. Van hieruit zal afgeleid worden de beleidsplannen van de ministeries, de verschillende ministeries. Met ook dezelfde tijdfase en de prioriteiten die nodig zijn om het land uit de crisis te halen. En als laatste, dat ze uit hun beleidsplan, hun jaarplan moeten afleiden. En dat zal in feite het pakket van maatregelen zijn voor de urgentiefase. En dat er daarin geen zaken opgenomen gaan worden die ons niet uit de crisis gaan halen. Dan moeten die zaken opgeschoven worden voor na de 9 maanden, na die urgentiefase. Voor de zeer korte termijn. We hebben het al eerder gezegd. En we gaan het vandaag benadrukken. Namelijk dat onze aandacht zal liggen op de 1. Aanpak van de financiële crisis. 2. COVID-beheersing. En 3. Aanpak van die armoede. En hiermee is direct dan vraag beantwoord. Wat gaan we doen met die personen die bewust door een verkeerd beleid in een armoedige situatie zijn gebracht? Ja, binnen de Raad van Ministers komt er een onderraad speciaal belast met aanpak van het armoedevraagstuk. Er is al een team aangewezen om samen met de private sector, en gelukkig zien we heel wat bedrijven zich aanmelden, die bereid zijn om samen met de regering dat armoedevraagstuk aan te pakken, middels het bezorgen van pakketten voor die kwetsbare groepen, voor die individuen die dat nodig hebben. Meneer voorzitter.
Meneer voorzitter, daarnaast gaan we over de begroting 2021 praten. Die wordt aangeboden op 1 oktober. Daarna hebben we die nota van wijziging. Die gaat binnenkort komen. En uiteindelijk is het de 1 oktober jaarreden waar we het beleid van de regering gaat uiteenzetten. Dit is wat ik aan plan heb en eerder gepresenteerd bij de mensen. Maar ik luister naar meer dingen. En gelukkig hoor ik dat aan beide kanten. Namelijk, laten we de problemen voor het volk gaan oplossen. Ik hoor ook aan de kant van de oppositie, laten we het samen doen. Waar het grote nationaal belang vraagt. Namelijk, dat we deze drie prioriteitsgebieden samen moeten aanpakken. Met de samenleving, met de private sector. Met ook de vakbonden. Het is dringend vereist, meneer de voorzitter, dat we bij de beheersing van deze drie crisisgebieden elkaar vinden om die maatregelen te gaan treffen. En dat we daarbij zoveel mogelijk die politieke verschillende inzichten terzijde moeten schuiven. Het gaat om het land, het gaat om het volk van Suriname. En dat heb ik al benadrukt in mijn inaugurele reden. Meneer voorzitter, ik ga het nogmaals benadrukken. Kopura volk uit Apina. Laten we alle maatregelen treffen. En ik begrijp dat bepaalde maatregelen niet goed overkomen. Of verkeerd uitgelegd worden. Al dan niet bewust. Maar we gaan met een pakket aan maatregelen komen. Welke zodanig gedoseerd gepresenteerd zal worden op een tijdlijn. Waarbij de kwetsbare groepen zeker niet getroffen zullen worden. Maar zeker zullen overleg plegen met de vakbonden, met bedrijfsleven. Om met de juiste timing al de maatregelen uit te voeren. Uiteindelijk met als één doel dat de economie gaat herstellen. Dat wij weer een stabiele situatie gaan hebben waarop wij dan kunnen voortborduren ons beleid in de stabilisatiefase en werken naar groeifase, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, we horen ook namelijk optreden. We horen ook zelfs sterke geluiden, hard optreden. We hebben altijd gezegd, wij van de regering, we hebben verantwoordelijkheid. En wij zijn onderdeel van het systeem waar er in ieder geval sprake is van scheiding der machten. En wij van de regering onderdeel vormen in de trias politicus. Enerzijds als wetgevende macht samen met het parlement. Aan de andere kant als uitvoerende macht. En de rechter als de rechterlijke, de onafhankelijke rechterlijke macht. En het parlement als de wetgevende macht. En dat is waarachter we staan. En dat is ook wat we willen, namelijk scheiding der machten. Dat wij bestuur garanderen. Goed bestuur garanderen. Sterk bestuur garanderen. Integer bestuur garanderen. Transparant bestuur garanderen. Maar wel alles moeten doen dat datgene wat op het bord moet horen van de onafhankelijke rechterlijke macht, dat die daar wel moet belanden. En dat is wat wij bedoelen met goed bestuur, transparant bestuur en uitleggen, meneer voorzitter. Dus wat de aanpak betreft, hebben wij als regering een faciliterende rol. En daarom hebben we de presidentiële werkgroep in het leven geroepen om te kijken wat de status is van die anticorruptiewet. En wat voor maatregelen nog meer getroffen moeten worden. En u ziet wat we doen als regering. Bewust zetten we een advocaat-generaal namens de procureur-generaal als voorzitter van de werkgroep. Omdat we onze verantwoordelijkheid kennen. Meneer voorzitter, de anticorruptiewerkgroep heeft niet alleen een faciliterende taak. Maar ze moeten direct maatregelen voor ons voorbereiden. Zoals hier ook voorgesteld, dat er een meldpunt moet zijn waar corruptiegevallen gemeld kunnen worden. Dat er een beleid moet zijn voor aanpak van de corruptie. Maar dat er ook instituten moeten zijn en regelgeving moeten zijn om dat op een rechtszekere wijze te doen. Meneer voorzitter,
alle andere zaken die in feite hier gevraagd zijn en gerelateerd zijn naar bepaalde ministeries, of bedoeld zijn voor bepaalde ministers hier. De ministers hebben het gehoord. Ze gaan het meenemen, daar een concrete vraag is. Vraag ik de ministers om het antwoord schriftelijk te sturen naar het parlement. En alle andere zaken die meegenomen moeten worden voor de minister, die nemen ze mee. En daar waar wij bij de begrotingsbehandeling daarover verder moeten gaan delibereren, debatteren, daar zijn we voor als regering. Ik ga afsluiten, meneer voorzitter, door in deze ronde alvast mijn complimenten te maken aan het parlement. Ik heb goede voorstellen gehoord, ik heb goede ideeën gehoord aan beide kanten. Dat is wat ons bindt. Dat als we kijken naar de toekomst, dat er een grote uitdaging voor ons ligt. Dat we ook luisteren naar die ondersteuning die gegeven wordt aan deze regering. Dat er ook een crisisbegeleiding zal zijn. Dat is wat we willen. Namelijk dat we geplaatst zijn door het volk van Suriname om die volksbelangen daar te behartigen. En als wij die regering zijn, dan zijn we de regering voor elke Surinamer, ongeacht wie je bent, ongeacht wat je politieke kleur is en ongeacht wat je afkomst is. En dat we moeten opkomen voor de belangen van alle Surinamers, meneer de voorzitter. Dat is waarvoor we zijn. En ik vraag het parlement om door te gaan, om de regering constant ter verantwoording te roepen. En we zullen beschikbaar zijn voor het parlement. Maar aan de andere kant is er een regeerteam dat dag en nacht werkt. Meneer de voorzitter, tijdens na precies 3 weken. Precies 3 weken. Maar als u kijkt wat we gedaan hebben in de 3 weken, dan geeft het al aan dat we daar gekomen zijn met een zware verantwoordelijkheid. En de crisis die we hebben aangetroffen, we gaan het oplossen. Ik geef u de garantie, we gaan het oplossen. We gaan het samen oplossen. We gaan het met de nationale gemeenschap oplossen. We gaan met de internationale gemeenschap oplossen. Dat is de plicht die we hebben als nieuwe regering. En we gaan het doen, zoals dat eerder aangegeven, planmatig. En in nauw overleg met alle betrokken stakeholders, meneer voorzitter. En ik ga afsluiten door het parlement te bedanken. Dank u wel.